Het is woensdag 30 maart en Maaslandia speelt alweer een midweekse wedstrijd. En deze keer tegen Hollandia. Een ploeg die net boven de promotiedegradatiestreep staat. Ja, en we weten waar de groen-witte staan. Helaas, de eerste schot van Marques ging makkelijk in de handen van keeper Wiese. Hollandia aan de rechterkant met een eerste aanval en dan een kopbal. En die gaat maar net voorlangs. Dat was eigenlijk een van de gevaarlijkste momenten van de hele eerste helft. En Westlandia hield het dus op 0-0. Er waren al wel wat vroege wissels. Coach Achterberg was niet helemaal tevreden. En wat opviel, als de groen-witte druk zetten bij Hollandia, dan kwamen er kansen. Melvin Vissers, hij gaat van afstand schieten. En dat doet hij zeker niet slecht. En die keeper Wiese had daar veel moeite mee. In de tweede helft dus ook Hollandia. Ze kwamen wel op de helft van Westlandia. Maar ja, veel meer dan zo'n schotje. Makkelijk op te rapen voor Bob van de Hoek natuurlijk. Ja, verder kwam het niet. Er was een schot van Bart Speel, de aanvoerder van Hollandia. Dan krijgen we Kai Verbeek. Die heeft heel veel ruimte op het middenveld. Die kan daar de bal diep spelen. Is het Jetson Marques die die bal aan de buitenkant mee probeert te nemen. Maar de bal wordt tot hoekschop verwerkt. Dus kijken of de groen-witte de druk op het doel van Hollandia kunnen vergroten. Het is een hoekschop van Dinant Kuhn. Melvin Vissers pikt op. Mooie passeerbeweging. Gaat er nog één voorbij. Komt de voorzet. En dan is het, jawel, het is Neville Gidinwanko. Die scoort. Die maakt de 1-0 voor Westlandia. Wat een opluchting bij de groen-witte. Dat we zo rond de 72e minuut 1-0 binnenkoppen. En kijk eens hoe hoog hij springt. Hij springt bijna boven de lat uit. En dan gaan we door in de wedstrijd en dan is het een grote verdedigingsfout. Melvin Vissers kan weer oppakken. Wil gaan schieten, legt dan de bal breed op Desley Brandsen. Die haalt uit en die schiet hem rechterhoek. Het is 2-0 voor Westlandia. Wat een luxe. Dit is de opsteker die we zochten. Eindelijk vertrouwen en ook opluchting op de bank. Van de week werd wel het vertrouwen uitgesproken dat het allemaal wel goed zou komen. Maar dan geeft dit toch veel zelfvertrouwen. Maar ja, goed, het is nog niet gedaan. Vrije trap voor Hollandia. En dan zit Bob van der Hoek een beetje in de verdrukking. Kan Westlandia proberen weg te werken, maar die bal is nog in het bezit van Hollandia. Er wordt druk gezet. Dinant Kuhn loopt een beetje op naar voren. Melvin Vissers zit ertussen. Dinant Kuhn, hij kan oprukken. Jetson Marques pikt de bal verderop, loopt op naar de keeper. Dit gaat het 3-0 worden. Maar nee, keeper Wiese redt. Het blijft 2-0. Wat een spanning, maar wat ook een goede momenten van de groen-witte van Westlandia om de voorsprong verder uit te bouwen. Weer Kai Verbeek naar de rechterkant. En dan is het de jonge Sam Nijbakker die oprukt. Beeldstro raakt de bal. Nee, hij raakt de bal niet kwijt. Kan hem afleggen op Marques. Die krijgt veel ruimte. Gaat uithalen en hij schiet hem erin. Ik weet niet wat die keeper staat te doen, maar het maakt mij niet uit. Want Jetson Marques maakt hier wel de 3-0. En dan kan je toch, als er 84 minuten op het bord staan, wel zeker zijn dat we de 3 punten in Naaldwijk houden. En die hebben we hard nodig. Niet alleen voor de punten, maar ook zeker voor het vertrouwen verder naar UNA aanstaande zondag. We'll be right back.